Minister van Onroerend Erfgoed Diependalen wandelt Tynecott Cemetery in Zonnebeke op. Het is de grootste Britse militaire begraafplaats op het vasteland en een van de sites die vandaag UNESCO werelderfgoed zijn geworden. Het dossier werd 5 jaar geleden nog afgekeurd omdat de locaties gelinkt zijn aan oorlog en conflict. Maar vandaag lagen de kaarten anders. We hebben er de laatste jaren heel hard aan gewerkt om UNESCO ervan te overtuigen dat het hier niet gaat om de herdenking van een conflict, maar veel meer om het onderlijnen van het belang van vrede. Ik denk dat men hier de juiste keuze gemaakt heeft. Dit is echt van internationaal, van wereldbelang. 130 nationaliteiten die hier op de verschillende sites liggen. Dus op een of andere manier is zowel elk land ter wereld erbij betrokken. En het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje. As I'm an ambassador of my city, I'm very proud and happy to tell you that they've chosen and they declared it as World Heritage. So that's very important, I think, to know that. Yes. Dat betekent ook dat alles in ere zal bewaard worden. En de begraafplaatsen zijn de getuigen in ons landschap voor altijd. Dus dat betekent dat het voor altijd zo zal blijven. In totaal zijn er 139 monumenten en begraafplaatsen rond het westelijke front van de Grote Oorlog erkend. 27 in Vlaanderen, 16 in Wallonië en 96 in Frankrijk. Er zijn onder andere Belgische en Duitse begraafplaatsen bij en natuurlijk ook veel Britse. De Commonwealth War Graves Commission staat in voor het onderhoud ervan, in ons land en in Frankrijk. En de erkenning doet deugd. Het is enerzijds een erkenning van het werk dat we zelf doen om die mensen die toen overleden zijn in de Eerste Wereldoorlog, om die te blijven herdenken. En anderzijds is dat ook een erkenning van het dagelijkse werk van onze tuinmannen en onze mensen die in de bouw werken. De erkenning als werelderfgoed levert geen geld op, maar wel de boodschap dat deze plekken belangrijk zijn voor de hele wereld. I didn't know that it wasn't considered, you know, a World Heritage Site, so that's really cool that it has that recognition now. It has to be on that list, you think? Yeah, no, for sure. You know, when you look at the numbers of young people or old people that were killed in that First World War, sort of think about the futility of it all. So it should be on the UNESCO list? Yes, I would say. I think it should be, yes. Yeah.